Oud-voorzitter van het Huis voor de Binnenstad in Nijmegen, Hubert Hendricks, heeft voor zijn jarenlange verdiensten de Blauwe Steen uitgereikt gekregen. Het Blauwe Steentje wordt sinds 1982 uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nijmeegse binnenstad. Hendricks had vooral een verbindende rol. Dat je al die clubs van horeca, cultuur, winkeliers en vastgoed, dat je die hebt samen kunnen binden tot één grote club die ergens voor staat. ...dat we de contacten met de gemeente heel erg goed aangetrokken hebben om dat evenwicht te vinden. De gemeente kan heel veel van ondernemers leren en de ondernemers zijn heel erg bereid tot overleg... ...omdat je samen het beste voor de stad over hebt. Nou, dat hebben we de afgelopen jaren best een, een eind in de vaart der volkeren mee kunnen, kunnen verwezenlijken. Nou, een binnenstad verandert voortdurend. Dat is één groot dynamisch proces... Winkelformules zullen veranderen, de grootte van de stad zal veranderen, de wijze van uitgaan zal veranderen, films en cultuur, alles verandert. En wat is belangrijk voor een stad is dat je daar alert op bent. Dat je echt gewoon in de gaten hebt, willen we samen Nijmegen de toekomst inbrengen, is dus altijd alert zijn op de ontwikkelingen die er zijn. Er zijn natuurlijk een aantal groepen in de stad, de Vierdaagse Feesten, Gebroeders van Limburg, die de stad meedragen en die gevoel hebben voor nieuwe ontwikkelingen. En die, als je dat dan samen doet met ondernemers, dan ligt die stad voor je open en dus ook voor de bezoekers, zowel van Nijmegen zelf als van ver naar buiten.